Dat COVID-19 een A-ziekte is, is al geruime tijd geleden bepaald. U hebt dat ook genoemd. Namelijk met de ministeriële regeling van 28 januari 2020. Dus nog voordat de eerste patiënt in Nederland werd gediagnosticeerd. En dat gebeurde destijds op advies van het OMT. En daarmee kreeg op grond van artikel 20 eerste lid van de WPG, kreeg COVID-19 vanaf 28 januari 2020 de juridische status van A-ziekte. En datzelfde artikel schrijft dan voor dat binnen 8 weken een voorstel van de wet ter incorporatie van die ministeriële regeling aan de Tweede Kamer moet worden gezonden. Daar is aan voldaan met indiening van het betreffende wetsvoorstel op 20 februari 2020. En dan heeft die aanwijzing als A-ziekte te maken met 3 aspecten. De meldingsplicht is genoemd. Bij een A-ziekte moet een besmetting onverwijld worden gemeld bij de GGD. En deze geeft het door aan het RIVM, etc. De maatregelen die opgelegd kunnen worden ter bescherming van de publieke gezondheid, zoals bijvoorbeeld een tijdelijk beroepsverbod, gedwongen onderzoek, isolatie en quarantaine. En de vraag of landelijke regie door de minister van VWS noodzakelijk is. Dit laatste geldt alleen bij een A-ziekte, die landelijke regie. En u weet, bij B1, B2 en C-ziektes gelden andere bevoegdheden en is de regie belegd bij de burgemeester voor wat betreft de bestrijding. En daarmee kom ik, voorzitter, op de beantwoording van de vragen die gesteld zijn. Allereerst een vraag van de heer Nicolai. Wat heeft het voor zin om deze wet op dit moment te behandelen? Waarom niet wachten tot de TWM vervalt? Zoals benoemd, met de aanwijzing in de ministeriële regeling heeft COVID-19 de juridische status van een A-ziekte gekregen. Al lange tijd, ondertussen 2 jaar. Het onderhavige wetsvoorstel bekrachtigt dit alleen. En wat dat betreft zie ik ook geen meerwaarde om met de invoering van het wetsvoorstel te wachten. Wat u mij ook hoort zeggen is dat voor een definitieve en grondige evaluatie en aanpassing van een wet publieke gezondheid is echt tijd nodig. En wat u tot slot van mij hoort is dat in deze periode, we zitten niet al 5 jaar met corona of lang, en een volstrekt stabiele situatie al enige tijd. We zitten nog niet eens een maand met een stabiele situatie. Laat staan 6 maanden, laat staan 12 maanden. Dan mag u definiëren met mij wat we dan echt voldoende stabiel vinden om op een gegeven moment te zeggen, nu is het endemisch, nu weten we wat we eraan hebben. Het is nog een zeer volatiele situatie. Nou, als je die dingen bij elkaar brengt, dan moet je zoeken naar een oplossing die al die eindjes bij elkaar brengt. En dan benoem ik 1 gedachte, zonder dat ik verder op dit moment iets kan invullen van wat er dan precies in zit. Het alternatief is nu niks doen. Heel snel komen met een dan aangepaste wet publieke gezondheid, maar dan de grote kans lopen dat je daarna zegt, goh, maar ook in de evaluatie van rapporten, er komen nog meer OVV-rapporten, ook in de gesprekken met de GGD en andere zaken moet er nog veel meer. Dus we hebben het nu 1 keer gedaan, maar eigenlijk niet goed genoeg, we doen het nog 1 keer. Of zeggen, nee, daar wachten we echt op en we hebben voorlopig niks. Ja, dan blijft het bij vingers gekruist houden en als er echt wat moet met de noodprocedure.